En de herdenking van de Javaanse immigratie gisteren is niet gevierd in Paramaribo. De focus was dit jaar op de districten Nikeri en Kommerwijnen. In Marienburg, Kommerwijnen, zijn er gisteren een aantal activiteiten geweest in het kader van 132 jaar Javaanse immigratie. De Marienburg, waar onze nieuwsdienst een kijkje nam, is er door Pachaya Luhur een speciale dag van de Wongjoa georganiseerd die veel mensen op de been heeft gebracht. De activiteit bestond uit een braderie en een voetbaltoernooi. Het bijzondere aan deze activiteit was dat de parlementariërs van Surinaams-Javaanse komaf van de VAP en de NDP, respectievelijk Suriani Mingun en Ansadi, ook aanwezig waren. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken sprak vol respect over de offers die de eerste 94 Javaanse immigranten hebben gebracht om de weg te plaveien voor de vele duizenden die daarna kwamen. Het waren volgens hem erbarmelijke en moeilijke leefomstandigheden waaronder de kolonie gediend moest worden. Waardering en erkenning kregen voor de rol en betekenis van de Jawa in de algehele ontwikkeling van Suriname waren de sleutelwoorden tijdens de toespraak van PL-voorzitter Paul Somohardjo. Volgens hem blijkt dat nog niet het geval te zijn binnen het politiek landschap. De felicitaties namens president Chan Santokki werden overgebracht door zijn wederhelft Melissa Santokki. Met een dosis vertrouwen, geloof en visie hebben de immigranten zich staande weten te houden en zich ook weten te ontwikkelen, schetsen de presidentsvrouwen het beeld van de Javaan van de afgelopen 132 jaren.